Ik ben Marijn de Greeuw, ik ben docent horeca op het Horizon College te Heerdegewaard. En wij hebben voor het keuzedeel bierkennis gekozen omdat wij de studenten iets interessants wilden bieden. Ik heb gekozen voor het keuzevak bier omdat ik toch wel meer interesse wil tonen in de speciaal biertjes. Op welke manieren worden ze gemaakt? Hoe ontstaat het speciaal biertje? Hoeveel soorten heb je en op hoeveel manieren kun je ze maken? Bierista heeft mij een lespakket gegeven waarbij de studenten heel duidelijk en heel snel daar kunnen komen waar ze moeten zijn. Heel helder, in goede taal, begrijpelijke taal en zo te vinden. Ik vind de Bierista bieropleiding heel erg prettig, want als je iets niet kan vinden, dan kijk je gewoon bij het kopje waar het staat en dan kan je het heel gemakkelijk vinden. Dat vind ik echt zelf echt heel erg prettig. Bierista heeft er ook voor gezorgd dat wij een brouwerij gaan bezoeken. Het was een andere keuze dan ik. Maar ze hebben gezegd, deze brouwerij moet je bezoeken, omdat deze brouwerij echt vet bier maakt. Heel bijzonder. Ze hebben mij ook ontzorgd in het keuze in bier. Zij zeggen, dit zijn de biersoorten die voor een opleiding er echt toe doen. Ik zou het keuzevak bier echt heel erg aanraden. Ik weet nu superveel over bier en spijsproces. Ik weet waar die schuimkraag vandaan komt en hoe ik dat dan aan mijn gasten kan vertellen en hoe ik het moet serveren. En ik kan nu meer vertellen over de inhoud van het bier. Ja, wat voor reacties krijg ik terug van de studenten? Ze vinden het lekker, ze vinden het interessant en ze willen heel graag beginnen. Ze willen verder, ze willen meer. Ze zeggen ja, jammer dat de dag over is. Wij leiden samen met Bierista de bierambassadeurs van de toekomst op.